voor bent, dan mag u beginnen. Ja? Ja. YouTubers, alle landen. Dit is het colofon. Dat is het laatste filmpje waarin wat er allemaal zo links en rechts nodig was voor al die filmpjes. Dat hoort u nu. Ik heb, het is niet zomaar een groepje films willekeurig. Er zit echt een lijn in. Het gaat over 10 thema's en steeds ongeveer 2 filmpjes. En ik zal eerst beginnen met het eerste thema. Het eerste thema, dat is geen oorlog en toch slagveld met allerlei doden en gewonden. En dat is, we hebben dan steeds op 15 juli hebben we een zogenaamde, dat is een begin iets, alle filmpjes van 15 juli, dat zijn een beetje de thema's dus. En 15 juli is de aanklacht tegen fietsers. En de update, dat is op een later tijdstip, dat is de aanklacht tegen het beleid op fietspaden. Want het ligt niet alleen aan de fietsers, de doden en de gewonden, maar het ligt ook aan het beleid op de fietspaden. Dan krijgen we thema 2. Dat is de naast de deur democratie. We worden overal in Nederland democratisch bestuurd. Maar democratisch is meeste stemmen geld. Maar we hebben de burger-gemeente conflicten. Dat zijn er duizenden in Nederland. En daar is eigenlijk de film over die Caucasische Spar, is daar een symbolisch voorbeeld van. Het gaat niet zozeer om die Caucasische Spar, et cetera, maar om een conflict wat je daarover kunt krijgen. En dan is op 15 juli is het eerste filmpje Democratisch een boom omhakken. En de update is Democratisch een boom omhakken, deel 2. Zo onder die titel kunt u het vinden. Thema 3. De extreme individualisering van de samenleving. Iedereen heeft een eigen mening in dit land. Hoe wij zelf bestuurd moeten worden. En ik mag wel zeggen, met mezelf voorop. En ik wil niet eens een partij oprichten. Daar heb ik ook geen zin in. Maar daarom noem ik mij een orakel in al die boeken. Waar natuurlijk niet naar geluisterd wordt. Want de rest voelt zich ook een orakel. En verder is hij, noem ik mezelf ook vaak een van de 17 miljoen. Dat zijn we allemaal. Lijkt toppunt van bescheidenheid. Maar veronderstel dat ik dat niet zou doen. Dan zou ik in dit Nederland heel snel in een psychiatrische inrichting zitten. 15 juli, wie is Ton Tout Nu? De update, meer over Ton Tout Nu. Ja, nog meer. En dan komen we bij het vierde thema. Oproepen tot een demonstratie om je gelijk te krijgen voor jouw inzichten. Dan hebben we 15 juli de proclamatie van de regenkoning. En de update, dat is een diepere blik in de aard van de regenkoning. En dan krijgen we als vijfde zoektocht naar een betere bestuursvorm voor Nederland. Dan hebben we 15 juli hebben we de enquêtes en de Nederlandse democratie. En de update, dat is een stortvloed van argumenten voor de enquête. Het zesde thema is royals and publicity. Denk maar even aan de vroegere hofleverancier. Want dat is nu wel algemeen bekend. Je kunt er geld mee verdienen met de royals. 15 juli, brieven aan prins Harry en Meghan Markle. Daarin vraag ik gewoon onbeschaamd, zoals dat in Nederland meer het geval is, van willen jullie dat boek lezen in het zicht van een televisiecamera? Maar bij de update ga ik wat gevoeliger te werk. En dan heet het Prins Harry, Chameleon of Love en Meghan Markle, Beauty Queen. Het zevende thema, dat is ongeloof, Rooms-Katholiek geloof en samenleving. Want laten we even wel wezen, 90% van de hele Nederlandse bevolking gelooft nergens meer in. In geen enkel geloof. En dan is 15 juli, lezing uit mijn renovatie van het Rooms-Katholiek geloof. En de update, dat is dan een gebed tot de Maagd Maria en een laatste blik op het verdwijnende Rooms-Katholiek geloof. Dan hebben we
thema 8. Een zoektocht naar waardering voor de individuele mens van u. Nou, die moet je met een lampje zoeken. Het is mij nog nooit gebeurd dat ik door iemand gewaardeerd werd. Of in een hele enkeling. Want Nederlanders zijn heel zuinig met complimenten. Überhaupt zuinig, maar vooral met complimenten. En dus hier heb ik maar één klein filmpje van. Dat we 1,5 minuut duurt. En dat is een warme alpaca-sjaal voor Janine Hennis Plassaat. En die heb ik erop gestuurd. Maar ook daar heb ik niks over gehoord. Niet zo netjes, Janine. En het 9e thema, dat is de mannelijke identiteit. Die bestaat nog maar nauwelijks in Nederland. Na de feminisatie. 15 juli hebben we dan lezing van het begin en het einde. En everything in between. Eigenlijk gaat het hele boek van 364 pagina's. Wat de man weer is gewoon is wat meer omhoog gekrikt. En de update, dat komt nog. En dat waren dus wel in grote trekken filmpjes. Ja, en wat we nu gaan doen, dat is omdat het zo tussen kerst en oud en nieuw is. Ik wil jullie toch nog even wijzen op al dat leuke groen wat hier is. Dat zijn allemaal takken van de Caucasische spar. En waar u tegenaan zit te kijken, dat zijn wat schilderijen van een Eindhovense schilder. Waarbij als ik ernaar kijk, baan ik mezelf in een ruimtevaartraket en kijk ik door die raampjes. En dan zie ik dat een andere ruimteraket passeren. En daarachter, daar, die riem, dat is van een Argentijnse penvriendin. En Josefina Taboada. En nou, ik zou zeggen, dat kun je bij koningin Maxima checken of dat wel een Argentijnse riem is. Maar dan nu de goede wensen voor 2019. En de eerste goede wens, dat is, en dat het in 2019 niet nog erger mag worden dan het nu al is. En in wezen gaat het erom, om bijvoorbeeld de herten van de Oostvadersplassen. Ze willen hier in Nederland een soort mini-Canada hebben. Het is volkomen krankzinnig wat er gebeurd is. En ik pleit er dus voor om dat helemaal op te heffen en er maar een landingsbaan voor Schiphol van te maken. Wat we verder, ik kom zelf uit Borne, dat is al vaak genoeg in al die boeken genoemd, et cetera. Dat heet, met dialect heet dat Born. Dus van Oetborn. En dit, dat is dan een kerk, de Theresiakerk, die verbouwd is tot een gezondheidscentrum. En dat heet dan, dat heet nu de Poort van Borne. Want het ligt vlakbij de rondweg, waarvan je dus Borne inkomt. En nou ja, dat is niet gek natuurlijk, daar kan de kerk ook voor gebruikt worden. Maar, en dan is de wens is in Twente, zegt ze altijd, vuil heil en zegen. Zo doet wie dat in Twente. Dus, en dan, ja, en dan heb ik op 5 december heb ik toch hier iets heel vervelends meegemaakt. Ik heb er was een boerenkoolmaaltijd georganiseerd door een, in eerste instantie aardige man. Persoonlijk vind ik hem een beetje laf nu. Maar en die heb ik gevraagd of ik wat pakjes gedichten kon maken. Om het iets meer dan een boerenkoolmaaltijd te laten zijn op 5 december. Waarop hij zei van ja, en leuk en ludiek. Maar tot mijn stomme verbazing, ik had er enige gedicht bij voor de voorzitter van de parkcommissie. En dat viel absoluut niet lekker. Om niet te zeggen, daardoor is het heel dramatisch verlopen, waardoor ik dezelfde avond om 9 uur nog een vuurspuwende vrouw aan de amadeur kreeg. En vervolgens de hele week door werd ik opgebeld en dat het zo allemaal niet moest, et cetera. Nou ja, ze hebben dus allemaal niks van Sinterklaas begrepen hier in Nederland, want dan ga je op die avond eens met een gedichtje zeggen wat je het hele jaar door niet durfde te zeggen. Om nu de portée van dat gedicht is, heb ik mezelf
als spotfiguur gebruikt. Vroeger, toen tot mijn 16e, heette ik Tony. En dus het volgende. Tony, kijk niet zo gebogen. Sinds 5 december 2018 weet je dat ze hier niet mogen. Kijk omhoog, Tony. Kijk omhoog, Tony. En je ziet alleen maar haat. En ja, want het was te persoonlijk. Dat werd mij gezegd. En deze voorzitter van de parkcommissie heet Clara. Maar ik heb helemaal geen achternaam genoemd. Dus daarom heb ik op Google Clara ingetypt. En wat blijkt nu? Dat er 619 miljoen Clara's zijn. Dus ik wil aan deze voorzitter van de parkcommissie, wil ik als een van de 600 miljoen Clara's, wil ik mijn verspoedig 2019 wensen. Is het hiermee oké, Clara? Ik heb trouwens op die avond van 5 december heb ik een excuusbrief gestuurd aan de voorzitter van de parkcommissie. En dat is nu 14 dagen geleden. Maar ik heb nog niks ontvangen. Dus dat is niet fatsoenlijk. He, van een voorzitter, 14 dagen, dan kun je wel iets doen. Maar goed, het zij zo. En ik vind het eigenlijk jammer dat vrouwen zo snel emotioneel in de gordijnen klimmen en het niet even rustig is allemaal op een rijtje zetten zoals de meeste mannen dat doen. Maar ja, zoals in mijn eerste vorige filmpjes blijkt, vrouwenhersenen en mannenhersenen zijn nu eenmaal verschillend. Ja, die Caucasische zwart, die is dus heel erg veel besproken. En daarom ook vanuit deze Caucasische zwart wens ik jullie een gelukkig nieuwjaar. En toen ik rondliep in het park hier, zag ik een afgekapt dennenboompje waar alle dennentakken weelderig uit groeiden. En ook van daaraf een gelukkig nieuwjaar. En ja, het was eigenlijk zo erg. Men keek niet meer naar mij en ontwijkende blikken. En ik heb een telefoonlijst opgezocht. Er zijn 24 vrouwen die nu mij niet meer aankijken. En voor de tijd was het allemaal gewoon. Dus ja, dat doet toch wel wat me. En ik wil ook niet meer ingaan om discussies erover. Daarom heb ik in de gang dus deze tas met deze tekst erop gezet. En verder heb ik, toen ik in het park rondliep en eens naar die dennenbomen keek, toen zag ik plotseling deze dennenboom. O, tannenboom, was iets toch los met dieren? En ik keek verder. Ik heb, ieder flat heeft hier een stukje nog grond, zo gezegd, maar een plek. Op de hoogte van de flats. En dan mag hij zijn eigen spullen neerzetten en ophangen. En dus ja, ik kijk tegen die takken van die Caucasische span aan. Dus ik noem dat hoekje, als ik daar zit, noem ik zithoekje de blinde vlek. Maar goed, het werd nu toch plotseling nog erger. Want op maandag 17 september kreeg ik een brief toen ik de Telegraaf uit de bus haalde om 6 uur 's morgens. Kreeg ik een brief, een klein kaartje. Er zat in eerste instantie een leuke, het leek in eerste instantie dus een leuke nieuwjaarskaart. Maar alleen waren er wat woorden veranderd. Dus er staat in plaats van fijne feestdagen, stond geen fijne feestdagen. En verder stond er ook en geen gelukkig nieuwjaar. Nou, ik vind dat behoorlijk bedreigend, moet ik zeggen. Vooral als je niet weet waar het vandaan komt. Achteraf gezien heb ik nu wel enig idee. Maar goed, ik heb ook de politie nog gebeld voor aangifte. Maar zat een vrouwelijke politie aan de telefoon. Die vond het allemaal te onbenullig om daarvoor aangifte te doen. En die zei van, ga er met een bos bloemen heen en uitpraten. Maar ik snap wel, dat vind ik karaktermoord, dat ga ik niet doen. Maar in ieder geval, als het bij die ene vrouw blijft, dan vind ik het verder wel oké. Ja, en wat ik ook nog heel belangrijk vind om mensen van nu een
even op te wijzen in het nieuwe jaar 2019, is dit boek over digitale dementie. Dat is door een Duitser geschreven. En wat hoor je ook van verschillende kanten? Dat als je in Duitsland gaat eten, weet ik wat, je kan niet eens pinnen. Op heel veel plaatsen niet. En die Duitsers zijn wat dat betreft gewoon slimmer. Want wat zegt de schrijver Manfred Spitzer? Die zegt, we maken ons verstand kapot. We onthouden niks meer. En dus dan verdwijnt het geheugen ook geleidelijk. Dus wat dat betreft zitten we straks met een hoop demente jonge mensen in Nederland en een hoop slimme Duitsers. Maar goed, er zal eens naar mij geluisterd worden. Of naar Manfred Spitzer. Of enfin. Ja, en dan natuurlijk kan ik de kerstdagen niet doorbrengen hier. Er is wel een kerstbrunch, maar ik snap ook totaal geen zin in. En daarom heb ik mijn recensenten van het boek heb ik een afspraak meegemaakt om te gaan delen in Figi. Dat is de zaak van Zeist. En die recensenten, dat is bijvoorbeeld, je kunt lezen in een van die boeken, is Hans Sanders, computerexpert, die zegt 12 augustus 2015, A gifted scientist describes his life as candor. Curiosity propels you through the book. The events are recognizable and on the point. The writer has a message for us that up to the reader to define. En verder nog incomparable to other books and surprising. En dan de tweede, dat is een vrouw, een oogspecialiste, ook een graad in filosofie. En die zegt, a book with an original opinion. The author describes in an astonishing manner subjects relevant to society from 1939 to now. Nou, dat valt dus een heel positief verhaal. En wat er echt belangrijke zinnen zijn. It's completely of this time, but it's also timeless. Sometimes his vision is astonishing, but it's never incorrect. Dankjewel, Nel. En met die twee ga ik dus eten in Figi. Iedereen die Zeist hoort, die weet wat Figi is. Ja, en dan is natuurlijk als laatste heb ik dat ik natuurlijk hoop dat ik u in januari 2019 terug te zien op mijn Ton Doet Nu blog. Toets op Google in, zo, want er zijn veel mensen die vragen, ja, kom je er? He, bij de blog en bij de YouTube filmpjes. Gewoon op Google indrukken, blog Ton Doet Nu of YouTube Ton Doet Nu. Dan ben je er al bijna. Maar als je op Google blog Ton Doet Nu indrukt, dan toets je nog maar eenmaal op, bovenaan staat de Ton Doet Nu blog, de toets je nog eenmaal op in en dan ben je al bij één van de blogs. En als je dan naar rechts gaat, naar de archives, de archieven dus, dan toets je de maand in voor de blog die je hebben wilt. Maar die blog, welke blog wil je hebben? En daarom is nu een inhoudsopgave van 150 van die blogs die ik vanaf 2009 gemaakt heb. Veel van die blogs zijn leuk en actueel. Het is de beleving van één persoon op de situatie waarin wij nu verkeren. Zoals een boek dat ook is. Het is ook de beleving van één persoon. En het is nog gratis ook. En het duurt niet lang om te lezen. Een vrijwillige bijdrage die kan gestort worden, maar dat hoeft natuurlijk niet. En daarvoor heb ik een IBAN-nummer aangevraagd. Deze gaat eigenlijk voor mij in vrijwel volledig naar uitgeverij Aspect, die het moeilijk heeft, want wie koopt nog een boek met een boodschap? En in ieder geval hoop ik tot ziens in 2019. Dr. Antonius F.W. Morselt, Ton Doet Nu, bedankt voor de aandacht.